Het KPS betreurt het dat er op 25 november een opstoot is geweest tussen betogers en politieambtenaren. Het recht van vreedzaam betoog mag niet meer leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid, zegt het KPS op zijn website. Voor een ordelijk verloop van de protestacties dienen de bevelen van de politie te alle tijden stipt te worden opgevolgd. Er zal terstond worden opgetreden als blijkt dat de openbare weg wordt geblokkeerd en geen gevolg wordt gegeven aan bevelen van de politie, personen zich provocerend en of opruiend gedragen en de politie op welke wijze dan ook wordt gehinderd in de uitvoering van haar taak. Het ministerie van Onderwijs keurt het immoreel en wangedrag van IMEO 4 studenten af tijdens een schoolfuif afgelopen donderdag. Het departement vindt het onvoorstelbaar dat studenten zich op zodanige wijze misdragen en er niet voor schromen dit vast te leggen en te verspreiden alsof dit voorbeeldig en normaal is. Er zal een diepgaand onderzoek volgen en er zullen maatregelen getroffen worden tegen zowel de schoolleiding als de studenten. Minister Marie Leevens wil de samenleving geruststellen dat dit fenomeen zich niet zal herhalen. En er heerst een rattenplaag binnen de rijstsector in Wageningen en Henaar. Dit zegt onderdirecteur van landbouw van LVV Nikeri, Jamila Salarbaks. De bevestiging volgt na een aantal klachten van boeren. Volgens Salarbaks moet deze plaag serieus worden opgevat, omdat indien de rattenpopulatie de kans krijgt zich te vermenigvuldigen, deze grote schade voor de sector met zich mee kan brengen. De oorzaak van deze plaag wordt gezocht in de lange natte periode die zich vanaf begin vorig jaar tot haast midden 2022 heeft voorgedaan.